De situatie is als volgt. De plek waar Sea Palace nu ligt is tijdelijk. Dat is op deze bouwtekening deze gele streep. Op dezelfde tekening ligt het restaurant al op de plek die in 2001 is vastgesteld in het bestemmingsplan. Iets meer richting CS dus. Maar dat is voor de deur van bewoner André Vieleers, die zich daarom verzet tegen de plannen. Het is een inbreuk op de privacy. Omdat we anders straks een Sea Palace voor de deur hebben liggen waar we bij wijze van spreken op elkaars bord kunnen kijken. En dus is Vieleers een petitie gestart om het restaurant te verhuizen naar deze plek tegenover de OBA. Maar dat willen de bewoners die daar wonen weer niet. Zij willen ook een vrij uitzicht. Het is een vaststaand bestemmingsplan. En een bestemmingsplan kun je niet zomaar wijzigen. Hè? Daar hebben vele partijen op gebouwd. Toen mensen hier aan deze kant woningen gingen kopen, hebben ze heel goed naar het bestemmingsplan gekeken en op basis daarvan beslissingen genomen. Hoe lang woont u al hier? 1 jaar. En toen u het huis kocht, wist u wel dat het voor de deur kwam te liggen? Ja, absoluut. Maar we weten ook allemaal dat we doodgaan en daar proberen we af en toe ook wat tegen te doen. Overigens maakt het de eigenaar van Sea Palace niets uit waar het restaurant komt, al heeft hij een lichte voorkeur voor de plek in het bestemmingsplan. Wethouder Erik van den Burg laat weten dat hij de plussen en de minnen nog eens naast elkaar legt voordat hij een beslissing neemt.